Nou, we zitten nu in februari, dat is een jaar geleden om precies te zijn. In december vorig jaar ben ik begonnen met oefenen thuis. En in februari had ik mijn eerste draaiklus op Aruba. Daar heb ik een beetje doorheen gebluft. En nu zijn we een jaar verder en heb ik zo 8-9 boekingen gemaakt. Lopergevoel voor mij is altijd wel speciaal. Meestal is dat als ik naar een première ga. Er is al heel veel pers aanwezig, dus dan wil je wel een beetje je best doen om er mooi uit te zien. En als een rode loperfeest wordt neergelegd, dan geeft dat ja, een beetje een luxe gevoel. En ja, je voelt jezelf mooi op de rode loper. Ik ben een vrouwelijke DJ en ik hou heel veel rekening met vrouwen. Dus ik draai heel veel vrouwenmuziek, vrouwenhouse. Ik vind het belangrijk dat de vrouwen daar een zin hebben, zodat die gaan dansen. En dan gaan die mannen uiteindelijk wel mee. En ik probeer er altijd een feestje van te maken en heel goed naar mijn publiek te kijken. Dus ik ben niet zo dat ik mijn eigen house set draai en dat dan moet zijn, omdat dat credible is. Ik kijk gewoon naar het publiek. I'm a superwoman, als eerste komt nu bij mij Colin Farrell in mijn hoofd. Ik zou wel met zo'n hele lekkere Hollywood dude over de rode loper willen lopen. Mijn slechtste eigenschap is dat ik nooit tevreden ben en dat ik geen geduld heb. Ik wil altijd nu de beste DJ van de wereld worden, nu de beste actrice van de wereld worden. En ik heb heel weinig geduld in dat proces er naartoe en daar zou ik meer van moeten genieten. Kledingadvies voor de red carpet. Ik denk dat je gewoon altijd aan moet trekken waar je jezelf lekker bij voelt. En ja, dat straalt dan ook uit. Dat is altijd het allerbelangrijkste is. En als ik dan onder de douche zing, dan is het meestal gewoon een kinderliedje. Ha ha ha.